Jongens, het is zover. FIFA 20 is uit. Eindelijk kunnen we dan de game spelen. Ik heb natuurlijk al een aantal weken helemaal zitten wachten totdat de game daadwerkelijk uitkwam. De belichting is wat minder. Het is namelijk avond als ik dit opneem. Overdag is de belichting net wat mooier, maar vandaar dat je het nu eventjes hiermee moet doen. Het is natuurlijk ook dankzij de EA Game Changers dat ik nu de mogelijkheid heb gekregen om de hele game al te spelen. Het is niet de Early Access. Ik heb namelijk van EA al de hele game gekregen om te spelen op de PlayStation. Je hoort het goed, ik ga dit jaar op de PlayStation spelen, niet meer op de Xbox. Er is namelijk veel meer te doen op de markt. Er zijn veel meer spelers. En het is al met al een veel leukere uitdaging om dan ook Ultimate Team te spelen op de PlayStation dit jaar. We kiezen als Starter Pack Nederland. Ik wil namelijk toch proberen om een paar leuke Nederlandse spelers te krijgen. Bijvoorbeeld Rosario, die zal mooi in mijn team passen. Ik wil namelijk een beetje uit gaan bouwen richting Inform Donjon Malen, richting Bergwijn. We gaan eens kijken wat we krijgen. We beginnen met Davy Klaassen als onze untradable center mid uit Nederland. We moeten dus nu weer door de introductie van FIFA. We krijgen Nick Viergever, zie ik hier. En daarnaast hebben we ook Vincent Jansen. Maar daarnaast hebben we niet echt heel erg goede spelers waar ik veel aan heb. Ik ga een nieuwe spits als leenspeler doen. Misschien krijg ik Cristiano Ronaldo, we weten het maar nooit. We krijgen Aubameyang, Higuain of Aguero. Dan kies ik denk ik 5 wedstrijden Aubameyang. Want die kan namelijk in de Weekend League altijd van pas komen. De Weekend League 30 potjes weer gaan zweten. We kennen het allemaal wel. En als je het niet kent, welkom in de hel. Want dat is namelijk wat we de komende weken weer gaan doen vanaf oktober. Dan gaan we even snel door de kits. Ik wil een beetje uiteenlopende kits. Niet dat ik een witte en een grijze zou hebben. Dus ik ga lekker voor wit en geel. Ik heb als badge, ja, zal ik Olympique Lyon doen, Inter. En met geen van deze clubs heb ik eigenlijk iets. Vorig jaar kreeg ik namelijk Zaragoza. Dat vond ik leuk, want daar heb ik namelijk ook een paar maanden gewoond. We hebben dus nu onze stad gemaakt van Ultimate Team. Aubameyang als leenspeler. Veel Nederlandse spelers zoals Davy Klaassen. Noem het maar op. We krijgen ook onze bonussen voor het spelen van FIFA in de voorgaande jaren. We krijgen namelijk 4 All-Player Packs, 2 Gold Packs, een Lone Player Reward Pack, 1 Coin Boost voor 15 wedstrijden en 2 FIFA 19 kits. Dus dat is wel heel lekker. If you pre-order the Ultimate Edition, you'll get a one-to-watch speler. Hebben we niet zo heel veel aan. We gaan maar eens beginnen met het openen van deze pakketjes. We kunnen namelijk hieruit gewoon alles krijgen. Het is een leuk Team of the Week. Ik ga er niet vanuit dat ik een speler van het Team of the Week ga krijgen. Maar hey, het is leuk om nu de start te maken van FIFA. Vergeet niet alvast om nu de video te liken. Natuurlijk voor de start van een nieuw jaar FIFA Ultimate Team. Ik heb er echt zin in. Ik kan niet wachten om video's te gaan maken. En ik moet ook dus heel snel gaan leren wat nou precies de animaties wanneer je een walkout of zo krijgt. Als iemand mij daarmee wil helpen, laat me dat weten. Sensi is Raul speler, dat weet ik van Internationale. Voor de rest is dit eerste pakketje nou niet echt heel erg spectaculair. Ik wil proberen om ze in vorm meteen mee te pakken. Namelijk, iedereen is nu nog goedkoop. Je kon een Mahrez het voor heel goedkoop krijgen. In plaats daarvan krijg ik Heinz waar ik niks aan heb. Ik wil nu die high-rated kaart. Dat ga ik proberen uit die welkomstpakketjes. Want hier heb ik namelijk, kort gezegd, eigenlijk helemaal niks aan. We krijgen dus nog het Loan Player Reward Pack. Daarvan krijg ik Vinicius, Virgil van Dijk en Jadon Sancho. Dus die kan ik alle 3 5 wedstrijden gebruiken. Dus dat is geweldig. Want Van Dijk is de beste centerback in de game waarschijnlijk. Wat krijgen we hier uit het eerste pakketje nog van de All-Player Packs? We krijgen Kalinic, een inside-rated kaart. Niet heel spectaculair. Ja, jullie hebben vast al wel wat betere spelers gezien via de andere Capture Event video's van de Raul of van de Matty of zo. Deze spelers zijn allemaal te verkopen. Dus wat ik ga doen, ik ga deze allemaal op de transferlijst zetten. En ik ga namelijk ook een paar tips geven hoe je nou een beetje aan coins kan komen. En daarbij hoort dus ook dat je iedereen moet gaan proberen te verkopen waar je wat waarde in ziet. Bijvoorbeeld deze, een Engelsman linksmidden, die is nodig voor een squad building challenge. Laat ik zo zien. Je hebt daar namelijk Engelsen van nodig in specifieke competities. Dus deze rechtsmidden kan ook heel goed van pas komen. Kom ik zo op terug. Dit was dus al een mooi pakketje waar ik al wel 2.000 of 3.000 coins uit kan halen. Je moet natuurlijk klein beginnen, vandaar dat we nu ook weer vanaf 0 gaan beginnen. En daar onze weg omhoog gaan bouwen. Want aan onze packluck moet er nog wel een beetje geschroefd worden. We krijgen hier ook helemaal niks uit. Een Braziliaan, RCD rated, ja, daar word ik nou niet echt heel bepaald blij van. We krijgen hier wel een Duitser die misschien voor iets kan gaan voor dezelfde reden als dat we met die Engelsen net hadden. Nog 3 packies te gaan. Nog 1 lone player pack natuurlijk. En dan 2 van die all player packs. Laten we hopen dat in een van deze laatste 2 nog een goede zit. We kunnen namelijk walkouts krijgen en dat is nu ook weer niet het geval. We krijgen Ospina. We gaan snel door naar het volgende pakketje. Het is allemaal drama en voorspelt weer veel goeds voor de start van dit jaar op mijn account van FIFA. Moet ik denk ik dan doen met de Weekend League was die hopelijk wat beter wordt. Want hier krijg je eigenlijk helemaal niks uit. 1 rare. Ik heb mensen gezien die Zidane kregen. Middel Icon. En in plaats daarvan krijg ik gewoon de hele tijd van die non-special card spelers. We krijgen hier wel een zeldzame bronzen Engelsman. Dus die verkoopt altijd wel voor 200 coins. Nogmaals, probeer overal in iedere speler zoveel mogelijk winst te halen. Want je kan er altijd wel wat mee dan te discarden voor 300 coins. Nou, dan openen we snel ons Lone Player Pack. Ja, we krijgen natuurlijk Virgil van Dijk. Dat stond van tevoren al
dat het zo zou zijn. 7 wedstrijden, Virgil van Dijk komt altijd van pas in de Weekend League wanneer je een goede, grote centraal verdediger nodig hebt. Ook Jadon Sancho en Vinicius Junior. Ja, die zijn allemaal wat minder handig, maar komen altijd nog van pas. We hebben nu dit jaar de season objectives. Dat is toch wel een stukje anders dan dat het in voorgaande jaren was. Ik moet het niet meteen door gaan skippen. Het duurt 50 dagen deze season objectives en in deze objectives krijg je dus XP. En daarmee krijg je unieke rewards, waarmee je dus onder andere een aantal goede spelers kan krijgen. Je ziet het hier, je kan namelijk allemaal untradeable packs krijgen. Je kan speciale badges krijgen die wel vet zijn. Stadium thema's, celebrations die heel vet zijn. Want deze leek me namelijk heel grappig om toch wel te unlocken. Namelijk als je scoort, ja, het is altijd leuk om op die manier te scoren. Een beetje zoals Fortnite dat altijd deed, heeft FIFA nu ook gedaan. En we kunnen als top reward dus Zaha krijgen, moet je level 30 voor worden. En daarvoor moet je dus in deze 50 dagen aardig wat gaan spelen. Je kan daarnaast ook voor Tolisso gaan, is ook een prima kaart. Met als slot Lucas Vazquez. De vraag is dus hoe moeilijk het gaat worden om deze kaarten vrij te spelen. Je ziet hier ook de objectives. Play 2 matches, win 1 match. Zijn allemaal, over het algemeen, natuurlijk veel die er wel te doen zijn. En andere die een stukje moeilijker zijn. Squad battles, 60 squad battle wedstrijden spelen. Best een taakje. Het is maar de vraag wie dat allemaal gaat doen. Ik wil ook Edgar deze gouden geit krijgen. Je moet daarvoor 300 FUT champions iets krijgen. Wat dat is, komen dus vanzelf achter. Kortom, dit is heel vet. Ik ga het allemaal leren. Ik ga ook proberen deze basics door te lopen. En te kijken wat dat allemaal inhoudt. Om daarmee dus die punten te verzamelen voor Wilfried Zaha en die andere zieke kaarten. We krijgen nu een 3-match loan base icon pack. Ik weet niet waarom we die krijgen. Die krijgen we als een soort bedankje. Nou ja, accepteer ik altijd. Ik ben benieuwd welke icon ik ga krijgen. Het zou ziek zijn als ik voor 3 wedstrijden een Zinedine Zidane zo zou krijgen. We kunnen meteen eens nu leren hoe die walkout animatie is. We zien hier dus die, ja, hoe moet je dat zeggen? Die regen van spikkels, zeg maar. Ik weet even niet hoe je het moet zeggen. We krijgen volgens mij ook Zidane. Ik weet niet of dat altijd zo is. We krijgen in plaats daarvan blank. Dat is al een kleine anticlimax. Ik dacht namelijk, we krijgen Zinedine Zidane. In plaats daarvan blank. Geweldige icon voor 3 wedstrijden te gebruiken. Natuurlijk is het van heel korte duur, maar het is wel een van die redelijk betaalbare meta-icons. Voor de rest is het eigenlijk allemaal best wel hetzelfde als dat het in voorgaande jaren is geweest. Je hebt Division Rivals waar je weer je placements voor moet doen. FUT Champions die in oktober gaat beginnen. En ook Squad Building Challenges. Staat dit keer bij squads blijkbaar. Niet waar het eerst van bij single player. De Player of the Month van de Premier League is al uit. Team Upuki, daar gaan we zo naar kijken. Eerst gaan we namelijk deze eerste 3 Squad Building Challenges even voltooien als de basis van de Squad Building Challenges. Zeg maar, het is allemaal niet zo moeilijk. Ga ik snel even doen. Hoef ik denk ook niet heel veel van te laten zien. Deze code heb ik trouwens nog nodig. Dus die ga ik eventjes vervangen. Je ziet dat dit trouwens helemaal nieuw is. Daar moet ik zelf ook even wennen. Je krijgt dus nu zo'n rondje van keuzes. Het ziet er wel een stukje soepeler uit dan vorig jaar. Het ziet er een stuk professioneler uit. We kunnen deze inleveren om deze Chinese speler gaan we nooit meer iets mee doen. En ik kan niet wachten om deze game te gaan spelen. Want het wordt echt geweldig, jongens. Ik ben zo benieuwd naar hoe dit jaar gaat uitspelen. En of het beter wordt dan FIFA 19, wat natuurlijk ook wel zijn problemen had. En dat het dus net zo verslavend wordt als voor mij FIFA 17 was. Ik ga alleen eventjes hier van de 2 players pack openen. Eentje daarvan is namelijk rare. Wie weet dat we daar goed uit krijgen. Die bronzen packs zijn denk ik niet zo heel speciaal. Kan je geen absurde kaarten krijgen. We krijgen nu zo te zien een best goede kaart. Wat gaat het worden? We krijgen niet de walkout. In plaats daarvan krijgen we wel Adoris. En dat is een anticlimax. Want ik dacht namelijk dat ik echt een zieke walkout er zo zou krijgen. Nogmaals, ik moet het even leren. We krijgen 32 Adoris. Wat wel een heel welkome kaart is. Laat me in de comments weten of ik Team Upuki moet halen. 84 pace, 84 shooting met heel goede positioning en finishing voor dit punt in de game al. Hij heeft alleen wat slechtere dribbling, dus je moet daarvoor wel echt een dribbling chemstal gaan gebruiken. Maar hij is niet heel duur, want je moet daar namelijk maar 2 teams voor inleveren. 1 32 rated team met 1 Premier League speler en nog een 32 rated team. De marquee matches gaan ook nog een andere keer voltooid worden, want je kan dan namelijk dus ook goede packs. Dan krijg je een premium gold pack, jumbo premium gold pack, premium mixed players pack, jumbo premium silver pack en voor de group reward een premium gold players pack. En dan verder moet je nu, als je zelf begint aan Ultimate Team, echt gaan kijken naar deze advanced SBC's. Sommige zijn nog heel makkelijk om te voltooien. SBC's zoals deze en daarvoor heerlijk. Een prime gold players pack krijg je ervoor wat een 25k pack is met 12 spelers en 6 zeldzaam. Daarvoor moet je 8 nationaliteiten, maximaal 2 van dezelfde land en maximaal 3 van 1 club. Die zijn eigenlijk zo gedaan als je wat spelers hebt gekregen. En hoe krijg je die nou? Nou, dat doe je dus door die SBC's wat ik net liet zien. Je moet van deze basic er een paar doen. Die zijn namelijk ook wel lekker. Vooral degene met een tradable reward. Dus dat is dan deze, de League and Nation Basics. Hiervoor krijg je verhandelbare rewards. En dat zullen dus ook koude spelers zijn. En daarmee kan je dus ook kans maken op goede die je kan inleveren weer voor die advanced SBC's. Ik ga dus gewoon alles proberen te verkopen. Iedere coin boven de 350 voor het discarden is mooi meegenomen. Dus ik zou aanraden als je iedere coin moet laten tellen dat je dan ook waarde voor je geld haalt. En alles voor 450 of zo erop zet.
Heel veel mensen zullen ook pakketjes openen wanneer ik deze video aan het opnemen ben, omdat de Early Access dus ook net uitgekomen is. Maar Kalen heeft zelf al 450 coins verkocht, is toch alweer een klein beetje meer winst dan ik hem had gediscard voor 300 coins. En dan kan ik dat dus ook investeren om mijn team later te gaan upgraden. Ik ga dus proberen om alles te verkopen. En als ik alles heb verkocht, ga ik dat investeren in een bepaald aantal snipe filters. Welke filters dat zijn, ga ik nu even laten zien. Het zijn van die heel simpele dingen waarmee je toch wel vaak wat mooie deals kan krijgen. Zo zie je bijvoorbeeld bij verdedigende middenvelders Engeland Silver. Dat voor maximaal 400 coins ze eigenlijk niet te vinden zijn. Deze komt dan net een seconde erop. Deze zijn allemaal al verkocht. Want dat wordt namelijk niet meteen ververst. Waarom heb je deze nodig? Nou, dat zal ik laten zien. Ik had net al de Squad Building Challenge erbij gepakt, terwijl dit menu echt extreem aan het laggen is. Je ziet bijvoorbeeld bij deze dat je maar maximaal 1 nationaliteit mag hebben. En je moet wel gewoon 5 competities. En dat is namelijk een formatie in de 4-2-3-1 met 2 verdedigende middenvelders aanvallend met linksmidden en rechtsmidden. Nou ja, heel veel spelers die zijn Engels van afkomst. Dus die proberen natuurlijk een Engels team te maken. Want ze hebben namelijk bij die starter teams, hebben ze dan net waar ik Nederland heb gekozen, hebben ze Engels gekozen. Dan hebben ze vast al een rechtsmidden, een linksmidden, een aanvallend mid. Maar ze hebben nooit alle posities. En zo zie je dus dat die CDM's heel vaak voor iets meer gaan dan die 200 coins waarvoor ze vaak op de markt komen. Dus wat ik ga doen is, omdat er dus heel veel nu gepet gaan worden in al die SBC's, ga ik het proberen voor 250 coins in te snipen. En dan kan ik die daarna verkopen voor 400 coins, 450 misschien wel. Dan is dat minimale winst in je ogen. Maar als je niet zoveel hebt, dan is het een geweldige tip om in het begin van FIFA al aan wat coins te komen. Ik ga kijken of ik er eentje kan vinden nu op de markt. En dan moet er eventjes snel eentje opkomen. Hier komt er eentje, kijken of ik hem kan krijgen. Ja, 250 coins, Evans. Nou, die heb ik dan al best snel gefixt. Het was niet zo heel moeilijk om deze te snipen. Ik ga hem proberen voor 450 te verkopen. En heb ik daarmee dus, ja, wat zal het zijn, 80% winst, 200 coins. Want hier zie je het al, Evans is al verkocht, 450 coins. Nou, zo heb ik dus al 200 coins verdiend in een tijdspan van misschien een minuutje werk. We gaan kijken of we er nog meer kunnen vinden. Ik kan net al binnen een minuutje zoeken, eentje kunnen snipen. En dit kan je dus met heel veel bekende en populaire landen doen. Ik zag net ook dat het met Duitse spitsen te doen is. De goedkoopste is namelijk 400 coins. En zo zie je dat er eentje van 250 opkomt. Deze heb ik helaas niet kunnen kopen. Maar je ziet dus ook dat deze heel veel gelist worden voor onder de 400. En dan geldt hetzelfde. Deze zijn namelijk de enige die voor 400 gelist worden. Je kan ze dus makkelijk voor 450 verkopen. Ik ga er proberen eentje te snipen voor 300 coins of minder. Om te laten zien dat het dus met allerlei verschillende landen eigenlijk mogelijk is. Hier komt er eentje, 250 coins. En we hebben hem gesniped. Ik heb er wel iets langer over moeten doen dan de Engelsen. Ik denk namelijk dat die Engelsen toch iets meer gelist worden dan Duitsers. Ik ga hem er voor 450 coins opzetten. Dan gaat hij ongetwijfeld verkopen. Want die is namelijk dus nodig voor die SBC's. En dan is dit dus een heel makkelijke manier om met minimale aantal coins al heel makkelijk aan het begin van FIFA geld te verdienen. Hoe saai het ook klinkt, dit is dus waarschijnlijk hoe ik het begin van FIFA mijn tijd ga doorbrengen. Veel coins proberen te verzamelen. Ik ga alles uit mijn club verkopen dat ik niet nodig heb. En dan ga ik vervolgens die coins investeren door te snipen op dit soort spelers. Dus met alle budgetten mogelijk. Ik ga denk ik uiteindelijk, als ik wat meer coins heb, snipen voor rond de 1500, 2000 coins. Als je daar een video over wil zien, als je namelijk wil zien welke snipefilters ik gebruik voor spelers die iets duurder zijn, waar je dus iets meer mis mee kan pakken, laat me dat weten in de comments. Vergeet dan niet de video te liken. En dan raad ik verder aan dus om naast die snipe methode gewoon proberen om je team te maken en je wat op te bouwen voor de eerste potjes Weekend League en ook voor die season rewards. Doe deze basic SBC's, vooral deze, die heeft namelijk verhandelbare rewards. Kan je mogelijk goede dingen uitkrijgen. En wanneer je dan genoeg coins hebt, moet je meteen gaan uitbouwen naar deze geavanceerde SBC's, waar ik nog een aparte video over ga maken. Want deze zijn geweldig voor coins, omdat je hier altijd goede kaarten uit krijgt. Hiermee zijn we dan aangekomen bij het einde van deze video. En wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Vergeet nogmaals niet om de video te liken en ook te abonneren voor FIFA 20. Vanaf nu gaan we weer hard. We gaan iedere dag weer uploaden. We gaan iedere dag weer FIFA 20 content maken. En dat kunnen dus variëren van pack openings naar SBC's, naar player reviews. Laat maar weten wat jullie willen zien. Ik kan het namelijk nu aan jullie verschaffen. Team Upuki, player of the month, laat het me weten. Snipe filters of andere trading tips, SBC video's. Gooi maar gewoon een paar suggesties in de comments en ik zal kijken wat ik dan in deze dagen kan doen. We gaan tot zondag even dit packje openen en dan gaan we toch een einde maken aan deze video. Je kan nu linksboven je scherm een meestende video zien en rechtsonder een random video die je misschien nog niet gezien hebt. In het midden de abonneerknop en dan zie ik jullie hopelijk bij een van die video's. En tot die tijd, schrik later mensen.